Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Ik zet eventjes mijn gsm op stil, anders ik weer ga vergeten. Maar vandaag wil ik het hebben met jullie over de vraag van wat maakt tweelingvlammen anders dan andere zielen? Want in aanleiding van de video die ik gisteren gepost heb, kwamen er nog een aantal vragen met betrekking tot tweelingvlammen. Dus ik nam even de tijd ervoor om een video op te nemen natuurlijk. Want als die vraag bij één iemand speelt, dan gaat die zeker ook nog bij andere mensen spelen en die mensen zijn dan ook op zoek naar een antwoord op die vraag. Nu, in deze video wil ik eigenlijk een stelling bekijken, bespreken, die je vaak ook zal tegenkomen op YouTube of op internet in het algemeen. En dat komt omdat er eigenlijk ook opzettelijk verkeerde informatie wordt verspreid om verwarring te veroorzaken, enerzijds. Want uiteindelijk zielen die in hun kracht staan en die in hun kracht zijn, die zijn onverslaanbaar. En ten tweede, de belangrijkheid van het bespreken van dergelijke stellingen is omdat het nodig is om te herhalen dat wanneer je informatie bekijkt, beluistert op internet over tweelingvlammen of eigenlijk maakt het zelfs niet uit of dat het over tweelingen gaat of niet, maar als het gaat over tweelingen, wees er zeker van dat die persoon die de informatie deelt of die de reading doet, zelf ook op het pad van een tweelingvlam loopt. En ik zeg dat uit eigen ervaring, want waarom? Mijn ervaring is, en dat is ook bevestigd geweest door mijn gidsen, zij hebben eigenlijk de uitleg daarop gegeven van hoe dat komt, maar dus lichtwerkers, healers, indigo's, spirituele leraren of wat dat ze zichzelf ook noemen, of hoe dat ze zichzelf ook verkopen, tonen of wat dan ook. Als zij geen tweelingvlam zelf zijn, dan zijn zij ook niet in staat om de informatie over tweelingvlammen op een correcte manier en op een zuivere manier te gaan channelen. Waarom? Omdat ze zelf niet die energie belichamen. Dus ze hebben eigenlijk niet de sleutels, als het ware, de juiste sleutels om de informatie te gaan openen en om die te gaan interpreteren. En dat maakt dat die boodschappen niet zuiver zijn. Dus als ze dingen gaan hier en daar gaan nemen, maar ze missen eigenlijk nog belangrijke stukken, belangrijke aanhakpunten, belangrijke schakelstukken, of hoe moet ik het gaan zeggen? En dat maakt dat er dan op die manier verkeerde beelden ontstaan, verkeerde visies ontstaan, verkeerde verhalen verteld worden over tweelingvlammen, terwijl dan misschien hetgeen we dat zo vertellen zelfs niet over tweelingvlammen gaat. En dus eerder bijvoorbeeld over tweelingvlammen, over tweelingzielen of over, wat is dan er ook alweer? Soulmates, ja, dat was dat ik zocht. Dus dat wil ik echt wel. Ja, de nadruk op leggen, en dat is ook hetgeen wat ik altijd ook meegeef van mensen die met mij samenwerken. Gebruik je eigen onderscheidingsvermogen. Voel je dat er iets niet klopt, of resoneert het niet met jou, wring het dan niet en pas het dan niet aan zodanig dat het past in jouw wereld. Ik heb het zelf meegemaakt met mijn eigen tweelingvlam. Ik heb het een paar keer getest, dat ik readingen bekeek van niet-tweelingvlammen, maar die wel uiteindelijk de reading deden over de energie van de tweelingvlam, die dan bijvoorbeeld zeiden van de mannelijke energie zit in dat, of in dat, of in dat. En wanneer ik dat dan afstemde met mijn tweelingvlam, die eigenlijk voornamelijk de mannelijke energie belichaamt, dan klopte dat totaal niet. Omgekeerd, wanneer ik dingen bekeek over de vrouwelijke energie, waar ik zelf ben, dan voel ik ook dat dat niet, meestal niet klopt of meestal niet resoneert. Dus ook hier is het belangrijk om te beseffen dat er ook verschillende groepen zijn. Er zijn verschillen die, net zoals dat mijn eigen persoonlijke ontwikkeling staat, jij kan al een stuk verder staan dan iemand anders. En dat maakt dat de boodschappen die je ontvangt niet altijd voor jou bedoeld zijn. Dus gebruik alsjeblieft je eigen onderscheidingsvermogen als je informatie opneemt of als waarheid absorbeert, als jouw eigen waarheid gaat gaan absorberen, want het is zo, zo, zo belangrijk. Nu, het stuk waar dat de vraag kwam, was dat iemand ergens anders gelezen had of gehoord had van dat niet iedereen een tweelingvlam kan zijn, omdat een tweelingvlam een ziel is met heel veel expertise in het incarneren. Wat dat zou betekenen dat ze hierdoor in staat zijn om zich op te splitsen en dus een tweelingvlam te vormen. Enkel zielen die al heel veel incarnaties gedaan hebben, heel veel ballast en innerlijk werk dus gedaan hebben, zijn in staat om zich op te splitsen wanneer ze zich afscheiden vanuit de bron. Dus daar ging het over dat stukje tekst. Nu, als ik gewoon de bewering in zijn geheel bekijk, dan klopt het niet. En ik zal ook uitleggen waarom. Eerst en vooral, het enige stukje wat wel klopt, is dat niet elke ziel op aarde, of zelfs niet op aarde, als je gewoon ook de energieën en de zielen bekijkt die niet geïncarneerd zijn, niet iedere energie, niet iedere ziel is een tweelingvlam. Dat is het enige aan heel dat stuk dat klopt.
En hier dan gekoppeld wil ik ook van melk zeggen dat wel iedereen een tweelingziel kan hebben. Die eigenlijk aangewezen is voor de zielsgroei van die ziel op dat moment. En daar ontstaan heel wat misverstanden. Misschien ook vaak gewoon ook door de translatie, de vertaling. Omdat twin flames, dus tweelingvlammen, en twin souls, dat wordt niet zo vaak gebruikt. Maar het is wel belangrijk, zeker in het Nederlands, dat je het onderscheid maakt tussen tweelingvlammen en tweelingzielen, want het zijn twee verschillende zaken. Dus om deze vraag, dat stuk, nog verder goed uit te leggen, is belangrijk om eerst en vooral nog dat ik jou nog eens het verschil tussen beiden ga uitleggen. Dat ga ik eerst doen en dan ga ik nog een aantal andere zaken meegeven. Tweelingvlammen zijn eigenlijk de oudste in het ontstaan. Dus als je zo een lineaire tijdslijn uittekenen, dan zijn zij eerder ontstaan uit de bron dan tweelingzielen. Tweelingzielen die zijn eigenlijk zielen die aanvankelijk als één energie, dus één bol, zich afsplitsen en dus geboren zijn uit die bron. En pas na vele incarnaties, en daar klopt het stukje weer met wat ik daarnet gezegd heb, pas na vele incarnaties, en dus wanneer dat de ziel inderdaad voldoende innerlijke werk gedaan heeft, dan krijgt hij de kans om eigenlijk zijn groei te uplevelen. Dat is naar een grotere kans. En dan krijgt hij ook de kans om zich op te splitsen in twee polen, om op die manier als twee individuele mensen geboren te worden. En dat zijn de tweelingzielen. Hetgeen dat aan het gebeuren is, en dat is informatie dat ik gisteren doorgekregen heb, naar aanleiding dat ik informatie vroeg aan mijn team, naar aanleiding van die vraag nog dieper, is het feit dat naast het feit dat veel tweelingvlammen wakker worden, is dat eigenlijk ook veel zielen die eigenlijk als tweelingzielen hier nu geïncarneerd zijn, ook wakker worden. En ook daar komt natuurlijk weer die misvatting, de mis. Verwarring door de informatie omtrent tweelingvlammen. Maar in frequentie voelen die tweelingzielen anders aan dan tweelingvlammen. En ik merk dat ook als ik bijvoorbeeld met mensen ga samenwerken, dan ga ik heel snel het verschil voelen tussen iemand die daadwerkelijk een tweelingvlam is, of iemand die eerder op het pad van een tweelingziel loopt. En ook dat is oké, okay, hè? Er is geen beter of slechter. Het is wat de ziel gekozen heeft. En dat is het belangrijkste. Maar dus, wat gebeurt er dus ook nu? Dus heel veel tweelingzielen, dus heel veel vergeëvolueerde zielen, zijn nu naar de aarde gekomen, zijn hier nu geïncarneerd, omdat ze die spiegel van een andere helft willen gebruiken en nodig hebben als tool voor hun ascensie, voor nog verder bewustwording. Dus de andere helft van hun eigen energie spiegelt natuurlijk helder fijn waar dat er nog schaduwen zijn. En dat is iets dat natuurlijk gelijk loopt met tweelingvlammen, want tweelingvlammen gaan ook doorheen dat stukje. Maar tweelingzielen hebben meestal geen collectieve opdracht. En zeker geen collectieve opdracht wanneer het gaat over het ankeren van energieën zoals dat tweelingvlammen wel moeten doen. En ik zeg moeten, omdat het eigenlijk gewoon is door wie dat ze zijn als energie, nemen ze automatisch die taak op zich. Dus het is niet van dat je zegt van ik wil het niet of dat je vrijwel gebruikt. Het gebeurt gewoon automatisch op energetisch vlak. Dus. De tweelingzielen, die connectie is er eigenlijk in eerste instantie voor persoonlijke groei. Nu, als je alles wat ik nu zeg nog eens wel gewoon rustig nalezen, als het ware, dan raad ik ook aan om mijn boek aan te schaffen, 96 Vlammen. Ook daar bespreek ik het verschil tussen tweelingzielen en tweelingvlammen. Want ook voor mij in het begin was het heel onduidelijk en zag ik eigenlijk die twee dingen ook als hetzelfde aan. Maar het is maar eigenlijk pas naar aanleiding van het schrijven van het boek dat mijn team en mij daar echt heel helder informatie over heeft gegeven. Verder, wat ik wil meegaan, is dan het verschil tussen tweelingvlammen. Waar dat tweelingzielen als één bol ontstaan zijn uit de bron, zijn tweelingvlammen twee energieën die tegelijkertijd ontstaan zijn vanuit de bron. Dus twee bollen die de exactzelfde frequentie hebben. En dat is dus die denkfout dat heel veel mensen, door het feit dat ze die exacte energie of exacte frequentie hebben, is de denkfout dat zij één energie zijn opgesplitst in twee. Maar dat klopt niet. Dat zijn tweelingzielen. Tweelingvlammen zijn dus als twee identieke energieën, twee bollen, ik ga het maar zo uitleggen, dat is ook het beeld dat ik gezien heb, ontstaan. Afgesplitst uit de bron. En dat maakt ook tweelingvlammen uniek. Mijn gidsen toonden mij hoe tweelingvlammen zijn ontstaan en dat maakte voor mij heel duidelijk wat het verschil was tussen tweelingzielen en tweelingvlammen.
Maar dat maakt natuurlijk, en dat is begrijpelijk, dat er nog heel veel verwarring en heel veel misverstanden rondstaan. En dat voor mensen ook gewoon heel onduidelijk is. En die dingen door elkaar gehaald worden. Maar dus het is niet hetzelfde. Zeker niet. Nu, extra informatie dat ik gisteren nog gekregen heb rond tweelingvlammen, om het nog verder en nog duidelijker aan jullie uit te leggen, is dat tweelingvlammen eigenlijk de meest hoog vibrerende zielen zijn die op dit moment op aarde geïncarneerd zijn. Waarom? Omdat ze zuivere healende lichtcodes in hun energie dragen van bij hun geboorte, waardoor dat ze natuurlijke healers en leraren zijn. En dat is hetgeen wat dat nu nodig is in deze tijd. En die lichtcodes die zorgen er ook bovendien voor dat zij op dit ogenblik in staat zijn om een anker te vormen voor de hogere energieën die sinds 2020 naar de aarde gestuurd worden. Dus als je dan al die tweelingvlammen samen bekijkt, dan zijn die elk apart ook verbonden met het kristallenraster, dus het energetische kristallenraster om de aarde heen. En dat maakt dat ze ook tegelijkertijd verbonden zijn, energetisch natuurlijk, met alle andere tweelingvlammen die ontwaakt zijn. Dus ze moeten zelfs niet ontwaakt zijn, hoor ik nu. Dus met alle andere tweelingvlammen. Dus alles op energetisch vlak en het hoeft zelfs inderdaad niet bewust te gebeuren. Dus dat betekent dat tweelingvlammen niet alleen verbonden zijn met die andere pool hè, van een tweelingvlamconnectie, dus een tweelingvlam, maar dus ook met het collectief van tweelingvlammen. En dat is ook de reden waarom tweelingvlammen in groepen samenkomen. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat ze dus niet allemaal tegelijkertijd in eenheid, in union, samenkomen met hun goddelijke partner. Dus dat de DM en de DF in één connectie niet altijd tegelijkertijd samenkomen. Want wanneer dat zou gebeuren, dan zou de energie voor het merendeel van de zielen, van andere zielen, veel te hoog zijn en zouden eigenlijk veel te veel zielen sterven, onmiddellijk sterven. En ik ga ook uitleggen waarom. Net omdat het fysieke lichaam de hoge energieën niet aan kan. Dus eigenlijk je fysieke lichaam moet eigenlijk constant die hogere energieën absorberen. Via de chakras, via al de verschillende energiepunten, dat je eigenlijk kan vergelijken met een soort lymfesysteem in je lichaam. En het beeld dat mijn gidsen geven is dat van een elektriciteitskabel. Dus de kabels die je in jouw huis hebt, zijn ook dunner. En de energie die daar doorheen gaat, zijn eigenlijk ook wat als het ware afgezwakt. En komt in een veel kleinere hoeveelheid je huis binnen dan de energie die door die hoogspanningskabels gaan. Hè, die vanuit de centrales vertrekken naar verschillende verdeelpunten. En met de energie van de bron, waar dus wij als ziel ons ook van voeden, is dat net hetzelfde. Als jij als niet ontwaakte ziel onmiddellijk aan de bron zou gekoppeld worden, dan zou je lichaam eigenlijk afsterven van hevige pijnen, dat je zou ervaren door dat hele hoog vibrerende felle licht die je door je lichaam had. Want het licht van de bron, onvoorwaardelijke liefde, is zo krachtig. Dat zijn mijn poezen. Die zijn zo krachtig en zo, kan zo overweldigend zijn, omdat het net elke schaduw en donkere energie. Dus eigenlijk alle plekken in je lichaam die geen licht meer kregen of niet genoeg licht kregen, die niet genoeg gevoed zijn als het ware, die zouden gaan openbarsten. Het beeld dat ik nu krijg is van soms kan je zo op je lichaam of op je benen zo van die kleine adertjes zien. Vaak is dat ook een teken dat daar te weinig doorbloeding is, dus dat er eigenlijk daar een blokkade is. En wanneer je dat zou gaan masseren, dan ga je voelen dat dat in het begin pijn doet. Maar door net te masseren en daar eigenlijk door die pijn heen te gaan, ga je weer opening creëren, waardoor dat niet alleen je bloed kan doorstromen, maar eigenlijk ook weer die energie kan doorstromen. En dat is net hetzelfde wat er gebeurt met de verschillende updates, de verschillende upgrades die we krijgen. En iedere keer nieuwe, hoger licht proberen te integreren. Als je dat allemaal in één keer zou gaan krijgen, dan. Ja, dan weet ik eigenlijk niet hoe dat zou aanvoelen. Want je fysieke lichaam kan dat niet aan. En net daarom is dat eigenlijk een proces die in stukken, in gradaties gaat. Nu, als jij al ooit eens ascensieverschijnselen hebt ervaren, en voor iedereen is dat ook anders, maar dan ga je ook begrijpen waar ik het over heb. En dan ga je ook dankbaar zijn dat dit proces in fase verloopt en dat het niet in één shot aan jou gegeven wordt. Want ik moet zeggen, ik ben al misselijk geweest, ik heb al moeten overgeven, heel veel hoofdpijn, pijnscheuten, ook in mijn hart, tot zelfs op het punt dat ik dacht van ik ben hier een hartinfarct aan het krijgen, wat dat eigenlijk niet zo was. Maar griepverschijnselen, eigenlijk alles wat je kent als symptomen van een ziekte,
kunnen ook er zijn, naar aanleiding van gewoon ascensie, en dat is je fysieke lichaam, die zich probeert aan te passen aan die hogere energie. Wat ik ook wel, voordat ik nu mag meegeven, is dat nu ook de laatste weken, en dat zal nog voor sommigen de komende weken gebeuren, is dat naar aanleiding van die hogere energieën, nieuwe integraties, nieuwe codes, nieuwe activaties, dat niet alleen ons energie verhoogt, ons fysieke lichaam moet aangepast worden, maar ook ons DNA is aan het veranderen. Dus eigenlijk de DNA-strengen, als ze dat zouden gaan onderzoeken, dan ga je merken dat er een aantal extra van die strengen geactiveerd worden. Dus dat betekent dat we hierdoor over meer talenten, meer gaven gaan kunnen beschikken en nog sneller gaan kunnen manifesteren. Maar daarvoor is het ook nodig dat je energie ook zuiverder wordt. Dus dat je mentale lichaam uitzuivert. Dus reinigt. En daarom moet je werken aan die beperkende overtuiging. Daarom moet je heel bewust en een meester worden over je gedachten. Maar ook emotionele lichaam. Waar zit er nog met wrok? Waar ben je nog boos? Waar voel je nog resentment? Is in het Engels, kan je het woord komen in het Nederlands. Maar dus eigenlijk al die lachten en die emoties die nog in je systeem zitten, waar we vaak niet altijd bewust van zijn, ook dat is belangrijk en dat is ook de reden waarom dat die dingen naar boven komen. En ook nu 2022 gaat nog heel veel meer, gaan we echt massaal geduwd worden om richting verandering te stappen. Is het verandering op je werk, verandering in relaties, verandering in vriendschappen, verandering van waar je woont, verandering in je huis, dat kan ook. Verandering in je kleding, verandering in je voeding. Het kan echt op elk vlak, verandering hoe je financieel gezien je situatie is en hoe je met geld omgaat. Alles zodanig dat je eigenlijk in je hoogste versie van jezelf kan stappen. En dat vraagt natuurlijk om controle los te laten en om te leren te vertrouwen en om leren in overgave te stappen. En dat en nog zoveel meer zijn dingen die ik samen met de mensen of lerende mensen die in de trajecten zitten. Ook natuurlijk in de online cursussen, bijvoorbeeld manifesteren met elementen. En dan krijg je ook heel veel dingen meer rond manifestatie. Een aantal inzichten zodanig dat je weet hoe dat manifestatie op zich werkt. Maar het uiteindelijke en het belangrijkste werk in manifestatie is dat uitzuiveren, is dat reinigen, is eigenlijk alle blokkades, alles wat je jezelf saboteert, gaan aankijken, transformeren, loslaten. En dus in nieuwe, hogere dingen gaan veranderen. Zo, ik denk dat dit de belangrijkste dingen zijn voor vandaag. Vandaag is het ook volle maan in Leo. Leo is een vuurteken. Dus ik zou zeggen. Neem zeker eventjes de tijd om in stilte te gaan en om je wensen te visualiseren. Om je te verbinden in energie met je dromen en je wensen. Want je kan heel veel meer doen met je energie dan dat je wenst. Of dan dat je denkt eigenlijk nu al. Net omdat je nog een stukje vastzit, de ene al wat meer dan de andere, aan het referentiekader dat we hebben. En dat is net het stuk. Ik moet nu denken aan hetgeen dat mijn dochter vanmorgen ook zei. Ja, mama, hoe komt het dat iedereen denkt dat je op Valentijn iets moet geven aan je geliefde? Ik zeg, ja, dat is gewoon omdat we dat zo geleerd zijn. Maar dat hoeft zo niet te zijn. Als jij het niet voelt en dat voelt niet oké voor jou, dan hoef je dat niet te doen. En zo is dat maar gewoon één klein simpel voorbeeld van hoe dat manifestatie werkt. En hoe dat patronen en ideeën echt ingeprint zijn en vastgebakken zijn in ons energie. Maar dat wil niet zeggen dat je het daarom niet kan veranderen. Zo, dat was vandaag. Heb je een vraag? Stuur mij een mailtje of antwoord op een video. Of als je in begeleiding bent, stuur mij gewoon een WhatsAppje. En dan maak ik daar morgen weer een nieuwe video over. Zo, dat was vandaag. Wens je een fantastische, fijne dag. Vergeet niet te liken en subscriben. Ik vergeet het altijd te zeggen, maar ik begin er ook hier meer verandering in te krijgen. Meer op te letten. Zo, dat was het voor vandaag. Ik heb al een aantal ideetjes voor morgen, maar moesten er nog dingen zijn dat ik merk dat belangrijker zijn, die eerst aan bod komen, dan gaan we dat doen. Zo, dat was het en zie je in de volgende. Daag!